wel. Trek pasta en de boel blijft wel. Ja, wij zijn hier op de werktuigendagen in Oudenaarde. Gisteren en vandaag zijn er heel veel mensen geweest, ongeveer 70.000 bezoekers. Vele hebben onze Gudler stand bezocht. Vele hebben informatie gekregen over de machine, over allerlei Gudler machines. En we hebben veel deelnemers aan de machineverloting. En we gaan nu direct de trekking richten van de machineverloting. Ik heb hier honderden formulieren, ingevulde formulieren. Die gaan allemaal in de bak. Onze assistentes Daphne en Thor, voor de Franstalige mensen, gaan de trekking verrichten. We gaan nu in de bak en dan gaan we ze door elkaar gooien. Het is juist te loten. Even voorop de wel. Het is juist te loten. We gaan eerst een pet, winnaar van een pet. Daphne, de eerste. Dat is, even kijken, Robbenvelds machines uit Humbeek. Dus de pet komt naar u toe. Kijk eens alsjeblieft. Nederland. Patrick uit Sint Laurijns, die ook een pet. Gefeliciteerd. Nog een dubbele pet. Nog voor een pet. Even kijken. Ja, weet ik niet zeker hoe ik het goed ga uitspreken, maar wat ik ervan kan maken is Verrake en dan Bruno uit Tielt. Nou, dus ook een pet komt daar niet toe. De laatste pet. De laatste pet is een enorme schuur. Pet. Weer een Nederlands talen. Even kijken. Velde uit Herschelt. Is ook een pet. Dan gaan we nu twee liqueurpakketten verloten. Veske niet naar kwaad. Daphne. Nou, daar gaan we weer voor een liqueurpakket. Ik er ook weer blond in. Eens even kijken, dat is Mark Tilmans uit Oostkamp. Het is een liqueurpakket. Die sturen we naar u toe. Dat wil ik wel. Nog een liqueurpakket. Heerlijk liqueur. Van Gudler. De meeste bezoekers waren op Nederlandstalig. Ik denk dan ongeveer 80% of 90%. Vandaag. VOR Fokker uit Den Ham, uit Overijssel. Dus, uit Nederland. Uit Nederland, inderdaad. Dat is een liqueurpakket. We gaan nu twee Gudler jassen verloten. Dat zijn deze jassen die wij ook aan hebben. Daphne. Nou, Schiers Koenraad uit Berber. Berloren, maar ik zoek op postcode 92. Ik zoek erop via internet. Ja, komt vast in orde en dan komt de jas naar je toe. De laatste Gudler jas. Hiervan is de winnaar Vincent de Pres uit Oudenaarde, dus hier vandaan. Oudenaarde? Oost-Vlaanderen. Dan krijgen we nu het grote moment. Dat is de verloting van de machine. Voor gebruik voor 1 jaar gratis en vrijblijvend. Daphne,
Wil jij nog even flink? Nou, ga ik doen. Roeren. Het is een spannend moment. Hoe heet je trekking? Ja, twin set. Nee, doe jij maar. Doe jij maar. Ja. Oké. Okay. Normaal? De gelukkige winnaar is Charles Hemi Driegelink, lees ik, uit Markendal. Dat is hier in deze omgeving. En hij heeft aangekruist dat hij graag een frontpakker wil winnen. Avant of Duplex. Ik neem telefonisch contact met u op. Dit was de trekking van de Hudlenverloting. Iedereen heel erg bedankt voor de deelname. En graag tot over 2 jaar of op de Agribex of ergens anders op een beurs waar Hudlen vertegenwoordigd is. Dank u wel.